Ik hou erg van lezen, van boeken, van taal. En dat komt allemaal samen in deze master. Dat je nog heel erg theoretisch gaat kijken naar de romans. Je spitst ze helemaal door en je leest ze heel nauwkeurig. En dan is het heel erg leuk dat je ze daarna aan de hand van theoretische concepten kunt analyseren. Waardoor je eigenlijk meer over de wereld leert kennen, over de literatuur die verschijnt. En eigenlijk daarmee ook een beetje over jezelf. Ik had me tijdens mijn bachelor vooral gefocust op historische literatuur eigenlijk. Terwijl het me wel heel erg leuk leek om eens een beetje te weten van wat verschijnt er eigenlijk nu. En wat zegt dat ook over de cultuur van nu. Want dat is uiteindelijk toch waar ik ook in leef en wat ik om me heen zie. Tijdens het programma leer je heel erg kritisch denken. Waardoor je ook heel erg leert om je eigen gedachten goed te formuleren. En dat is heel erg nuttig omdat je daarmee niet alleen op een wetenschappelijk niveau je gedachten op papier kunt zetten. Maar ook een link naar de maatschappij kunt maken. Bijvoorbeeld doordat je leert publieksgerichte schrijven. Dat kun je bijvoorbeeld later inzetten als redacteur bij een uitgeverij. Dat het heel erg lastig is voor wetenschappers, omdat die... Er zijn verschillende gastcolleges waar ook echt bijvoorbeeld uitgevers komen of mensen die op een andere manier werkzaam zijn in de literaire wereld. En daar krijg je dus heel veel mee te maken. Dus je krijgt een heel goed overzicht van wat is er en wat zijn mogelijke carrières eigenlijk. Mijn stage die gaat over de poëziewebsite van de Koninklijke Bibliotheek. Ik ben bezig met de dichter Hans Verhagen, dus ik ben al zijn poëzie aan het lezen en over iedere bundel mag ik dan iets schrijven. En dat wordt dan uiteindelijk op de website gezet. Uiteindelijk komen veel mensen terecht bij een uitgever of bij een culturele instantie. Dus bijvoorbeeld bij de organisatie van festivals of van andere literaire activiteiten. Na het afronden van mijn master hoop ik te kunnen blijven schrijven, want dat blijft het leukste om te doen. En ik hoop aan de slag te kunnen gaan als tekstschrijver bij een commercieel tekstbureau.